Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Nee, het is dinsdag, sorry. Ik ben een beetje in de war. In ieder geval, vandaag is het dinsdag. Vandaag gaan we lekker aan het werk. We gaan vanmorgen naar fitness. Vanmiddag gaan we waarschijnlijk post bezorgen naar Beesterswaag. Dus dat komt wel weer goed vandaag. In ieder geval, het is tijd om wat nieuws te gaan bespreken. Hier gaan we. Supportersgroepen van Ajax en AEK Athene zijn in de nacht van maandag op dinsdag in Athene met elkaar in gevecht geraakt. Op Twitter circuleren beelden van gemaskerde hooligans die gewapend met onder meer stokken en ijzeren staven door de Griekse hoofdstad lopen op zoek naar supporters van de tegenpartij. De Ajax-fans zouden daarbij samen optrekken met supporters van Panathinaikos, een andere club uit Athene en een rivaal van AEK. Op videobeelden is te zien hoe de groepen met elkaar in contact komen. Daarbij wordt onder meer met vuurwerk gegooid. Ajax is in Athene voor het groepsduel in de Champions League met AEK. Dat dinsdag om 8:55 uur afgewerkt wordt. Als de Grieken verslagen worden, overwintert Ajax in het miljoenenbal. Vorige week kreeg Ajax nog een fikse boete van de UEFA naar aanleiding van wangedrag door fans bij beide wedstrijden tegen Benfica. De Europese Voetbalbond besloot de Amsterdammers daarna te bestraffen met een voorwaardelijke uitwedstrijd zonder publiek. Hoewel een groep supporters van Ajax zich maandagavond in Athene dus opnieuw misdroeg, hoeft de club vooralsnog niet te vrezen voor het spelen van een uitwedstrijd zonder eigen fans. De UEFA heeft immers geen rechtsbevoegdheid om maatregelen te nemen, aangezien de rellen niet in het stadion waren. Ja, Rhino's, één ding is zeker met voetbal. Er gaan altijd mensen met elkaar op de vuist, wat er ook gebeurt. Al dit zinloze voetbalgeweld is gewoon niet normaal. Waarom kunnen we niet gewoon een keer een voetbalwedstrijd spelen zonder dat er mensen met elkaar op de vuist moeten? Waarom moeten er altijd klappen vallen? Waarom moet er altijd geknokt worden? Dat zijn dingen die ik nooit zal snappen over voetbal. En het is ook precies de reden waarom ik zelf al jaren geen voetbal meer kijk. Dat is één ding dat zeker is. Nou goed. Als ik vanmiddag nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, daar was ik weer. En ik heb wat meer nieuws voor jullie. Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, zou tijdens het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller gelogen hebben tegen onderzoekers. Dat blijkt uit documenten die Mueller maandagavond heeft ingeleverd bij de rechtbank van Washington. De speciale aanklager en leider van het Ruslandonderzoek beschuldigt Manafort van liegen en het achterhouden van waarheden. Manafort heeft na de overeenkomst met aantoonbaar gelogen tegen de FBI en de speciale aanklager over verschillende onderwerpen. Daarmee heeft hij federale misdaden begaan. Zo valt te lezen in de documenten die Mueller heeft ingeleverd. Manafort zelf ontkent gelogen te hebben. Zo blijkt uit de documenten.
De oud-campagneleider van Trump sloot in september een overeenkomst met Amerikaanse justitie. Hij bekende schuld op enkele tenlasteleggingen over fraude en beloofde mee te werken met het onderzoek van Mueller doet naar de mogelijke Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen van 2016. In ruil voor zijn medewerking beloofde Mueller hem strafvermindering. Een voorwaarde van de overeenkomst was wel dat de deal zou vervallen als zou blijken dat Manafort niet de waarheid zou vertellen. Waarover Manafort precies heeft gelogen is niet bekendgemaakt. Maar Mueller acht het zwaar genoeg om alsnog een veroordeling te eisen. De speciale aanklager heeft de rechtbank gevraagd zo snel mogelijk een datum voor de veroordeling te noemen. Ja, Rhino's. Oh, ondanks dat Donald Trump en zijn Amerikaanse mafioso zo constant blijven liegen, blijven Trump-supporters nog altijd bij iedere willekeurige leugen die man en zijn mafioso uit hun reet te trekken staan. En zoals ik al eerder heb gezegd, dat is iets wat ik maar niet kan begrijpen. Waarom er nog steeds mensen zijn die Donald Trump blijven steunen, ondanks alle leugens die hij heeft verteld en andere gekke dingen. Maar ja, dit is een wereld vol racisten, cretins, dwepers, xenofoben, antisemieten en andere klootzakken van iedere slag. En er zullen altijd wel dingen zijn in deze wereld die ik nooit zal begrijpen. Meer kunnen we er niet van maken. Nou goed, als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Hey Rhino's, daar ben ik weer met wat slecht nieuws. Steven Hillenburg is gisteren overleden. En voor degenen die niet weten wie Steven Hillenburg was, dat zal ik jullie nu even vertellen. Steven Hillenburg was een Amerikaans animator. Hij was vooral bekend als de bedenker van de animatieserie SpongeBob SquarePants, die te zien is op Nickelodeon. Hillenburg was biologieleraar op de school waar nu het Orange County Ocean Institute is gevestigd. Hij werkte als marinebioloog van 1984 tot 1987. In 1987 besloot Hillenburg te gaan werken als animator, zijn tweede levenslange passie. Hij maakte een aantal korte films, twee ervan, The Green Beret uit 1991 en Wormholes uit 1992, werden een groot succes op filmfestivals en kregen verschillende prijzen. Terwijl hij nog op de animatieschool zat, kreeg Hillenburg een baan bij het teken. Een kindertelevisieprogramma Mother Goose en Grimm van 1991 tot 1993. Hij toonde zijn bekende korte films op veel festivals. Daar ontmoette hij Joe Murray, de maker van Rocko's Modern Life. Murray vroeg of Hillenburg regisseur wilde worden bij dat programma. Dat accepteerde Hillenburg. Hillenburg kwam bij de animatieserie van Nickelodeon als schrijver, producent en storyboardartiest. Terwijl hij werkte bij Rocko's Modern Life raakte Hillenburg bevriend met Tom Kenny, die later de stem zou inspreken van SpongeBob SquarePants en McDoe, Clarence, Paul Tibbett en anderen, die allemaal zouden meewerken aan de serie SpongeBob SquarePants.
Toen Rocco's Modern Life stopte in 1996, maakte Hillenburg een concept voor een nieuwe serie over zeedieren. Hij richtte de serie op een spons, die Hillenburg eerst tekende als een natuurlijke spons, maar later als vierkante spons, omdat dat er grappiger uitzag. In 1997 ging Hillenburg samenwerken met een aantal collega's die hij nog kende van Rocco's Modern Life. Die hielpen met het ontwerpen van karakters en omgeving. Terwijl Hillenburg werkte bij het Ocean Institute, schreef hij een stripboek genaamd The Intertidal Zone. Hij liet het zien aan Maren Olsen, een vriend van hem bij Rocco's Modern Life. Olsen vond het geweldig en stelde voor dat hij het zou herschrijven als een onderzeese tekenfilmserie. In 1998 deed Hillenburg auditie voor de serie bij Nickelodeon. Hij gebruikte een aquarium, modellen van de personages, een themalied en een storyboard van wat de eerste aflevering zou gaan worden. Help wanted, oftewel hulp gevraagd. De oorspronkelijke naam van de hoofdpersoon was SpongeBoy, maar omdat die naam met een copyright beschermd, werd het veranderd in SpongeBob. De producenten van Nickelodeon kochten de serie. SpongeBob's SquarePants kwam in de VS als eerste op tv op 1 mei 1999. En de rest van de serie volgde vanaf 17 juli 1999. Karen, de computervrouw van Plankton, is genoemd naar de vrouw van Steven Hillenburg. Op 13 maart 2017 werd bekendgemaakt dat Hillenburg is gediagnosticeerd met amyotrofe laterale sclerose, ook bekend als ALS. Op 26 november 2018 overleed hij op 57-jarige leeftijd aan deze ziekte. Ja, Rhino's, het is hartstikke lullig dat we weer een groot deel van onze kindertijd hebben verloren. Al onze kindertijdhelden zijn nu stervende. Ik bedoel, we hebben al heel wat kindertijdhelden verloren. Ik bedoel, we hebben Stefanson verloren dit jaar. Stan Lee is eerder deze maand overleden en nu ook Steven Hillenburg. Onze kindertijd sterft langzaam uit, Rhino's. En hoe lullig het ook is, we kunnen er niks aan doen om het te voorkomen. Ik wens Stevens familie en andere nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. En ik wens de andere SpongeBob-fans zoals ik ook heel erg veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Nou goed. Hierbij sluit ik de vlog af. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van eventuele dingen die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram ben ik te vinden als Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van dingen die ik daar plaats. Kijk elke woensdagavond om 8:30 naar het perfecte plaatje op RTL 4. Superleuk programma als je een fan van fotografie bent. Kijk elke donderdagavond om 8:30 naar Expeditie Robinson op RTL 5. Ook een superleuk programma. Echt superleuk om te kijken. En kijk elke vrijdagavond om 8:30 naar The Voice of Holland op RTL 4. Ook een superleuk programma voor als je een fan bent van muzikaliteit. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later!